Terug bij deze mooie Fraggomatic 18.1 League of Legends stream. Waar wij zo meteen eigenlijk gaan kijken naar de match tussen Sector 1 Bullet en doorgesnoven Dirk. Ze zijn weer terug. Beide hebben we al een keer gezien, maar eigenlijk hebben we Sector 1 Bullet nog maar heel weinig gezien. Dat was namelijk één match waar ze eigenlijk wel door Sector 1 Prime gestompt werden. Dat is gewoon eigenlijk wat door het favoriete team. Dus we hebben dus niet echt het volle sterkte kunnen zien. Dus dit is hun kans om ons te laten zien als ze in een snuf hebben om het hele team, eigenlijk om I'm Heat heen te verslaan. We hebben hem net nog even zien spelen tegen het vorige team waar hij als Jarvan iets van 26 nog wat ging. Maar hij carry eigenlijk solo het hele team mee. Dus we kijken of dat dit keer weer gaat gebeuren. Zeker waar. Ik zie geen band naar de Jarvan toe. Nee, we zijn inderdaad inmiddels alweer in de pick-and-ban beland. Voor de mensen die ons niet kennen, ik ben Floris Escapers buurman. Naast me zit Erwin Strawberry Wiersma. En wij zijn eigenlijk al het hele weekend lekker commentaar aan het leveren op alle games. In positieve zin en niet in negatieve zin. Ja, dat was echt tot nu toe de tijd vliegt. Ik kan eigenlijk niet voorstellen dat we eigenlijk nog maar iets van 3 tot 4 matches te gaan hebben. Ja, en dan alleen nog de finale morgen. Het gaat ook heel lekker. Heel weinig het downtime. Het gaat heerlijk vandaag. Heel veel matches kunnen pakken. En zeker ook voor jullie kijkers is dat waarschijnlijk net zo prettig als voor ons. Dus nog steeds super tof dat jullie er allemaal bij zijn. En we gaan nu richting de game waar de 6 bands inmiddels geweest zijn. En ja, eigenlijk het pakgedeelte begint. Ja, de bands voelen aardig random is misschien niet het grootste woord. Maar ja, inderdaad, hier heb je een Lucian Braum, een hele solid combo natuurlijk. Wordt gewoon weggehaald in één keer. Ook de Elise wordt gelijk weggehaald van Musou. Die hebben wij toen volgens mij Poppy Jungle zien spelen. Ja, hij speelde inderdaad Poppy Jungle. Niet heel effectief. In die game tenminste. Het ging in die game niet zo lekker. Misschien in andere games. Maar wel ongelooflijk tanky. Eerste pick, en, gelijk trash. Nou ja, ik weet niet of jij bekend of jij de speler One Dead kent. Ja, ik heb alleen die ene game echt kunnen zien. Nou, in dus, principe werd het wel een beetje gezien als een soort trash one trick pony. En sowieso dat de tegenstanders dat ook weten. Ondanks dat het team van I'm Heat, ja, ik zie het iets meer als een troll team. Het is echt I'm Heat en zijn buddies. En zijn buddies, ja, zoals je ziet, we hebben Egalo ook een paar keer zien tilt op de top lane, op die malfight. En daarna had je die Heimerdinger, het ging ook niet helemaal lekker. Ondertussen gaat I'm Heat wel heel serieus door. Hij heeft ons inderdaad het middenring laten zien. Hij heeft ons net de Jarvan laten zien die heel goed erin was. Hij heeft ons de Sejuani AP mid laten zien, wat echt gewoon keihard knalde. De Sejuani AP mid, dat was, ja, het was heel dat interessant was, om dat te was zien. Iets. Ik durf nog niet te zeggen dat het zeg maar valid is of zo, maar het was wel hoe hij het speelde. Mechanically was heel interessant. De eerste game natuurlijk Teemo. Teemo top, dat ging ook echt keihard. Eigenlijk alles wat hij pakt, dan gaat hij gewoon magisch, maakt hij er iets van. Dus ik ben benieuwd wat hij deze rotatie ons gaat laten zien. Zeker, zeker. Nou ja, ze werden wel vrij snel volgens mij naar de lower bracket geschopt. En ik ga heel kort even kijken. Ja, en dat was eigenlijk heel zonde. Dat was heel zonde, want we hebben de eerste game ook in de poolfase ook. De helft van zijn team heeft toegegooid bij de Nexus. Ze hadden geluk dat het team waar ze tegen speelde uiteindelijk geforfeit heeft. Maar uiteindelijk, ja, is dat toch wel weer een nadeel. Nou ja, inderdaad. Doorgesnoven Dirk verloor van een Better Jungler wins. Ja, en mochten ze nou dit winnen, moeten ze nogmaals de beste 3 tegen dat spelen. En ja, waarbij wij weten dat die match inderdaad, zeg maar, de tweede match was het al, dat het team van I'm Heat voorstelde om een aanrampje te doen of iets in die trant. Dus ja, en dat, is dat, toch wel weer, dat ja. is, geeft natuurlijk al wel een beetje af hoe erg zij het aanvoelden als niveauverschil. Maar ja, tot nu toe de pick and ban. Schroudy, volgens mij was het een 6 speler, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. En Caitlyn, we hebben Caitlyn al wat meer gezien dan normaal gesproken. Oh. Ja, Garbage gaat gewoon weer Hecarim spelen. Hij heeft hem gelokt. Hij zat te denken, ga ik Nidalee? Ga ik wel of niet? Nee, we gaan gewoon weer naar de Hecarim toe. Ook de Twitch wordt weer bijgepakt. En ik vraag me af welke champion voor I'm Heat is of dat hij last pick de pick gaat maken. Zeker weten. En dat is natuurlijk ook, zeg maar, ja, waar gaan ze voor? Wat willen we ze precies doen? Sowieso, dat eigenlijk wordt verwacht dat I'm Heat weer gaat carry in dat team. Want dat is wel wat hij continu doet. En ja, waarschijnlijk zal Sector 1 Bullet toch wel een beetje gezegd hebben van oké jongens, zolang wij ervoor zorgen dat I'm Heat niet gefeed raakt, dan is het goed. Zullen wij deze game winnen. En ik denk dat dat ook gewoon een hele realistische call zou zijn, mochten ze dat natuurlijk gedaan hebben. Want ja, dat is een aanname die ik doe.
Maar ja, nu komt dus die spotlight moment van I'm Heat. Welke champion ga ik nou uiteindelijk toch kiezen? Dit keer, ik gooi hem door de random reader heen en we zullen wel zien wat eruit komt. Het team van sowieso van Sector One Bullet ziet er wel aardig solid uit qua ja, wat we willen. Zijn aardig wel picks waar je wat mee kan. Inderdaad, die Zac jungle, Thresh bot lane met Caitlyn, Fiora top lane, Ahri mid. Aardig, ja, eigenlijk standaard wel safe op zich. Niet echt een hele grote strategie erachter, maar gewoon echt gewoon allemaal strong picks op zichzelf. Ja, ja, ja. Gewoon lekker comfortable pick. En nu is de vraag van, ja, de laatste 9 seconden, wat gaat er toch de Galio worden? Ja, bij hem kan alles. Echt waar. Hij speelt niks meta, geloof ik. Ja hoor, waarom niet? Volgens mij speelt hij inderdaad niks meta. En, Express. Wat wel interessant is, is dat het team, zeg maar, van Dirk eigenlijk ervoor kiest om gewoon allemaal hun eigen champions te pakken. Wat, alsof ze gewoon solo queue spelen. Ja, dat doen ze wel vaker. En maar aan de andere kant, ja, ik pak meestal wel champions waar je op kan carryen. Denk aan de Teemo, denk aan de Yar van midlane of aan, wat was de andere pick ook weer? Oh ja, dat is Sejuani mid. Maar bij een Galio is het iets lastiger, toch iets meer afhankelijk van jouw iets teammate meer afhankelijk van je team en van je tegenstander. Ik vind dat een risky. Ik weet niet wat voor beeld hij gaat bouwen, misschien gaat hij echt wel vol AP of zo. Misschien gaat hij iets totaal anders doen dan je gewend bent van hem. Ook al is aan de andere kant, Ahri doet er natuurlijk wel helemaal niks tegen. Ja, aan de andere kant, Idol of Durant, als hij afgaat, Twitch kan natuurlijk wel een gratis, dashje echt een gratis manier om te flanken en overal op te schieten. Misschien dat hij eindelijk een keer toch een beetje denkt van, team, dit keer. Dit keer gaan we het wel gewoon doen. Dit keer moeten we het gewoon doen, laten zien, want hierna is het gewoon over. Zeker waar, en het is natuurlijk ook, hè, beide teams, zeg maar, die spelen al aardig lang. Beseffen dat wij rond 11 uur ongeveer begonnen met casten. Nou ja, het is nu 11 uur later. En die teams die spelen ook al sinds die tijd. Ik weet nog wat gisteren, wie zei dat tegen mij? Van over 24 uur zit je nog steeds te casten. Volgens mij valt het mee, dat zei hij volgens mij gisteren om drie uur, vier uur of twee uur ochtends of zo. Ik denk dat we dit keer toch wel gaan beaten. Deze form is echt tot nu toe echt geweldig qua downtime. We hebben lekker gewoon door kunnen spelen. Ook niet te veel teams. Ik denk ook wel helemaal prettig is dat we gewoon iets van 16, 17, 18 teams hebben gehad. Ja, klopt. Het maakt het natuurlijk heel veel makkelijker. Want ja, het enige verschil zou op zich zijn dat er extra best of 3 zou zijn in de upper bracket. En dan dus ook in de lower bracket 2 extra matches. Nou ja, dat betekent dat je alsnog 5 matches later pas klaar bent. En dan zou het inderdaad wel weer die 3-4 zijn. Ja, en niet alleen dat. Ik bedoel, je hebt inderdaad meer best of 3's. Wat betekent dat ook de teams beter leren kennen. En omdat er minder teams zijn, onthoud je ze ook beter. We hebben eigenlijk alleen Permafrost niet echt gezien. Maar voor de rest hebben we eigenlijk elk team wel aardig leren kennen door de matches heen. En dat is wel leuk, want als je ze dan weer tegenkomt in de loser bracket, kun je een beetje kijken van, ja, dat was het team die niet speelde. Ah, dat is hartstikke tof. Ja, en dan leer je klopt. Ze ook beter kennen. Ook voor hun is dat beter exposure, want ja, mensen herinneren ze gewoon. En dat is natuurlijk hartstikke gaaf. Maar ja, inderdaad, wie dit verliest, ligt gewoon letterlijk uit het toernooi. Dan kun je gewoon lekker gaan slapen. Ja, misschien wel iets te vroeg om te gaan slapen. Het is nog maar 10 uur. Het voelt echt alsof het al 2 uur 's ochtends is, op een van de redenen. Klopt. Tijd vliegt hier. Maar het is ook de hele dag gewoon donker, dus dan is het ook wel lastig. Dus het is disoriënterend soms. Je let ook niet echt meer op de tijd en je gaat gewoon lekker door. En dat hoort er op zich bij en dus dat is ook wel heel prettig. Want ja, inderdaad, ik zei dat het 10 uur was en dan dacht ik, hey, eigenlijk alweer 10 uur. Ja. En, op 3 matches is het misschien al 1 uur en dan kunnen wij ook een keertje gewoon lekker wat nachtrust pakken voor die finale van morgen. Want die finale die sowieso om 11 uur gaat starten. Ja, dus daar dat is betekent dat wij echt rond 10:45 gewoon waarschijnlijk live zullen gaan. Misschien een leuk praatje dan doen, want het idee is wel dat ze stipt om 11 uur starten. Wordt de finale ook op mainstage gespeeld? De finale wordt zover, ik weet niet, op mainstage gespeeld. Wat betekent dat er waarschijnlijk minder problemen zullen zijn. Dat is op zich een voordeel. Omdat dat is toch wel de curse van mainstage. Ja. Maar mocht het wel op mainstage gespeeld worden, ja, dan word ik opeens iets sceptischer over een specifieke starttijd. Maar aan de andere kant, we weten sowieso al dat Sector One, nou ja, het main team, dus hier hebben we Sector One Bullet, Sector One, dat standaard team, gaat sowieso al in de finale spelen. Die hebben zich al gekwalificeerd. Ja, we zijn echt bezig met de lower bracket om te bepalen wie nou de tweede team is die hun gaat vergezellen morgen in die Grand Final voor die eerste prijs. Zeker waar. En het is natuurlijk ook, hè, het is op zich, zeg maar, die ik weet niet, waarschijnlijk hebben een aantal van jullie die match al gezien, zeg maar, de upper bracket final. Maar daarin is het cruciaal dat als je die 2-0 pakt, dat is heel lekker. Als je hem 2-1 pakt, dan weet het andere team, in dit geval bij de jungler wint, ook wel een beetje dat ze gewoon echt wel een goede kans maken. En nu pak je hem vrij confident. En vraag ik me af wat voor grand final het gaat worden. Ze staan natuurlijk al 1-0 voor. In theorie kan het gewoon na 2 games net zoals nu klaar zijn. Ja. Maar het contrast is niet groot genoeg om dat met zekerheid te gaan zeggen. Ja, het gaat ook om wie in die finale komt. Mocht het na het best jungler wins weer overal doorheen komen en uiteindelijk toch in die finale weer komen tegenover Sector One, dan schat ik toch wel dat ze minimaal een game kunnen pakken. De eerste game was best overtuigend van hun. Halverwege de game hadden ze inderdaad gewoon een gigantische lead en die stuurden ze door. De tweede game was wat minder overtuigend. Ja. Terwijl ook een teamcomp waar wij het eigenlijk beide wel over eens waren dat het misschien niet helemaal de beste teamcomp was voor dat gevecht. Sector One was heel erg solid.
Dat gaan we ook morgen zien. En ik denk dat ze wel meer zullen doen. En ik ben benieuwd. Dat denk ik ook wel. Ja, ik ben ook wel heel benieuwd. Het kan in principe kan alle kanten opgaan. Eigenlijk denk ik dat deze match spannender kan gaan worden dan een van die matches. Maar tegelijkertijd kan het ook helemaal de andere kant op. Dus niemand weet dat zeker. Ja. Dus dat betekent dat je gewoon een excuus hebt om alsnog alle matches te kijken. Want we hebben eigenlijk niet echt een goed zicht op wat Sector 1 Bullet nou eigenlijk kan. We hebben alleen gezien tegen Sector 1 dat toch wel het team dat nu al in de finale staat. Hebben ze nog niet gezien spelen. En voornamelijk het team waar ze nu tegen spelen met I'm Heated In is gewoon... Ja, het is onvoorspelbaar. Het kan alles zijn. Het is volledig entertainment. Het zijn eigenlijk de games die ik altijd zou willen zien. Want zolang I'm Heat in de game zit, dat betekent het gewoon dat het altijd fun is. Er gaat sowieso iets gebeuren. Er gaat voor actie zijn. Want hij is gewoon het type dat zichzelf wil bewijzen op champions waar niemand op speelt. Dat inderdaad wil laten zien van een meta. Een meta bestaat niet per se. En dat betekent niet dat je helemaal aan de speler kan kopiëren. Want ik denk dat je helemaal verrot gescholden wordt als jij in een solo game het team al pakt. Of denkt van jongens, ik ga zeker aan die midlane. Maar in ieder geval laat hij toch wel zien dat... Ja, hij kan het zichzelf makkelijker maken, laat ik het zo zeggen. Hij kan het zeker doen. En hij is gewoon iemand die eigenlijk elke land weer tevoorschijn komt uit een hoekje. En dan toch weer een jaar van mid ergens vandaan haalt bijvoorbeeld. En gewoon alleen domineert zonder eigenlijk een vast team te hebben. Op zich heel zeldzaam. Dus echt zo'n speler zijn er gewoon niet heel veel van. En we zijn op de Rift. Ik ga zo meteen fullscreen krijgen. Ik zal de chat ook even heel snel uitzetten voor het geval dat ze gaan chatten met elkaar. Het gebeurt nog wel eens. Ja, net op tijd. Super. Ja, net op tijd. En ik ben eigenlijk wel heel erg verrast dat er deze keer geen pauzes aan het begin van de game. Want dat zijn we toch wel af en toe gewend. Ik denk dat het inderdaad alleen bij Sector 1 veel voorkomt. Ja. En tegelijkertijd ben ik ook verrast dat we nog maar 2 Baron Throws hebben gezien. Ja, inderdaad. We hebben, nog steeds geen koekjes gezien die ze zouden gaan brengen. Maar maakt niet uit. We zijn in ieder geval op de Rift. Maar aan de blauwe kant hebben we dan toch Sector 1 Bullet nog eens een keertje. En aan de rode kant hebben we doorgesnoven. Dirk, kijken of ze dit keer samen met I'm Heat dit keer wel de overwinning kunnen behalen. En zich vooruit kunnen duwen. Of dat Sector 1 Bullet dan toch op gaat nemen tegen Best Jungler Wins. Hier in de lower bracket. Op zich ben ik heel benieuwd inderdaad. Want ja, Dirk die heeft al gespeeld tegen Best Jungler Wins. Niet zo succesvol. Dus Bullet kan mogelijk een interessantere wedstrijd zijn. Maar we hebben echt geen idee hoe Bullet hier gaat performen. Het kan natuurlijk zijn dat ze hier de game pakken. Maar het kan ook zijn, net zoals afgelopen game. We dachten dat 4 Guys en een Random Girl nog wel een kans zouden maken. Ja. Tegen het team van Dirk. En uiteindelijk werden ze iets van een 50-20 van de map geveegd. Ze werden echt van de map geveegd door I'm Heat voornamelijk. In zijn eentje gewoon. Hij dived gewoon. De Lissandra in één keer was hij dood. De carry ging er ook gelijk achteraan. En er was gelijk al 2 mensen dood. En dan kon het hele team gewoon eigenlijk niks meer. Ze speelden wel allemaal op een beste champion. Ze hadden echt Lissandra wat weer gepikt. Ze hadden de Jax op top lane. Maar het mocht niet baten. I'm Heat liet gewoon zien dat hij gewoon de sterkste speler was in de hele game. Eigenlijk in zijn eentje. Zeker waar, zeker waar. En ook zeg maar ja. I'm Heat die gaat nu ook deze game. We zijn het zo net al een beetje. Hè? De Galio pick is wel interessant. Omdat je er minder hard mee kan carryen. Ja. Maar tegelijkertijd zal het me ook weer niks verbazen als I'm Heat dat werkend kan krijgen. Hij zal wel een manier verzinnen om het werkend te krijgen. Die kerel is alsof hij dit nieuw is in de Matrix. Maar op een of andere manier heeft hij ook nooit dat team, zeg maar. Toch denk ik dat Sector 1 Bullet is gewoon iets meer een team. Verwacht ik gewoon dat die gasten wel afgesproken hebben van jongens, I'm Heat niet feeden. Choa, ga gewoon lekker passief spelen. Zorg dat je in farm gelijk blijft. En dat zou op zich prima te doen moeten zijn. Egalo ook een hele inconsistente performance. Waar hij in de vorige games niet zo'n sterke performance in zette. Hier laat hij wel zien dat hij wel degelijk een sterke performance heeft. Botlane ook gelijk een flash. Vanuit Dirty Hooks, die sentences. Jij zei het al, hij speelt blijkbaar heel veel trash. Dus we kunnen ook wel hele goede hooks verwachten van hem dan. Zeker, hij vindt trash en gewoon super leuk om te spelen. Ook wel snap. Want trash heeft natuurlijk een hele leuke, goede kit. Voor play potential. En tegelijkertijd is dus ook nog dat hij gewoon trash, ja. Hij kan er heel veel mee doen. En Daiko, best wel squishy, die heeft nu al geflashed. Dus nog een hoek daarop kan toch sowieso voor een heal, misschien ook nog een exhaust zorgen. En ja, als hij dan nog een hoek raakt, dan is het gewoon een kill in de meeste gevallen. Nee, ik ben echt zo benieuwd in die midlane. Ik ben gewoon zo benieuwd hoe dat gaat lopen. Ja, Miet is al aardig door zijn manen heen, heeft Ignite meegenomen. Dus als je voor de kill wil gaan, dan kan hij dat proberen. Maar tegenover Joe op die Ari, ik ben benieuwd of hij het kan doen. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik ben zeg maar enigszins negatief voor het team van Dirk. Omdat ik er wel denk dat je met Galio minder hard kan carryen dan met bijvoorbeeld een Jarvan. Maar aan de andere kant kan het natuurlijk compleet zijn dat El Egalo deze game echt heel serieus gaat spelen.
Waar hij de vorige games toch wel ja, minder consistent was. Ja, Malphite game praten we gewoon niet meer over. En als dat zeg maar zo is, dan is het natuurlijk minder erg dat I'm Heat minder die carry rol heeft. Dat is waar. Dat is, laat ook Dashie in dit geval op die Twitch een beetje gaan carryen. En dat Gabbeke niet weer gewoon natuurlijk de spring. Dashie wordt wel inderdaad gehoekt dit keer. De damage valt op zich wel aardig mee. Probeert een beetje te returnen. Ja, maar op zich, half damage is best wel vervelend. Geen flash natuurlijk. Maar ja, nog een hoek gaat sowieso een heal forceren. En mogelijk nog een flash ja, ook ze nog. Ze zitten te kijken of Musou ergens in kan springen op die Zac. Heeft natuurlijk een aardig grote range voor die ganks. Klopt, de Zac. En Gabbeke probeert of de mid of... Zac die gaat erin swingen. Ja hoor, hij speelt gewoon bovenop. Kijk eens naar die damage die het al doet van die knock-up. Daar is de death sentence. Dat is ook letterlijk een death sentence. First blood naar Lunacy. En Schroud die op hetzelfde moment. Oh, Gabbeke op de midlane probeert het zo te pakken. Drukt hem even dichter naar de turret. En Igalo moet daar dan ook flashen. Wil toch nog niet graag doodgaan. Nee, klopt. Dus je ziet hier wel dat het begin een beetje de kant op gaat van One Bullet. Maar ja, je zag het hè. Best wel netjes van Dead. Flash erin, doet die Flay naar achteren. Zij lopen weer weg, want ze denken niks aan de hand. En dan springt er een Zac op je. En ja, ik hou niet echt van een blub op mijn hoofd. En zij zeer waarschijnlijk ook niet. Ja, Gabbeke in de enemy jungle. Houdt het mooi lekker leeg. Zal misschien kijken of hij daar de Grom naar top kan roteren op een gegeven moment. Nou, gaat toch terug. Dat is iets te laat. Maar Gabbeke ook, die gaat gewoon midlane toe. Drukt Chao gewoon weer terug de turret in. Oké, prima. Hallo. Ja, geen probleem. Chao die kan nu gewoon backen. En Chao die gaat... Ja, hij staat al wel 14 farm achter. Maar ik heb zoiets van... ik denk dat het alleen maar positief is voor Bullet. Zolang hij niet doodgaat, is er niks aan het handje. Verder gaat de farm eigenlijk vrij gelijk op. Egalo is wel de lane uitgepusht, maar ja... Is wel back geweest ten opzichte van Schroudy. Kan dus zijn dat hij een trade zo meteen gewoon aangaat als hij level 5 is. En Schroudy moet wel enigszins oppassen met wat hij precies doet. Ja, dat is eigenlijk sowieso zo'n Fiora matchup. Is altijd beter wanneer je de counter button in moet drukken. Ja, klopt. En ook zeker zeg maar als jij nog niet back bent geweest. Fiora die heeft momenteel bijna 1000 gold. En ja, LA Glow stond zeg maar voor in kills. Of in minion kills, dus dat betekent dat hij ook gewoon een aantal goud gespendeerd heeft. En aan de hand daarvan ben je opeens veel sterker in je lane. En ja, dat kan soms onderschat worden, zelfs op hele level 6-4. Ja, zeker weten, het hangt nu eigenlijk helemaal af van de junglers. Van wanneer gaan zij even wat doen? Gabbeke heeft wat geprobeerd, ook Musou op de botlane al. Wanneer komt de volgende gank? Dat is eigenlijk de vraag. We zijn nu 6 minuten in de game, 1-0 voor Bullet. Het ziet er goed uit. We hebben nog niet zoveel gezien vanuit de midlane, vanuit I'm Heat. Het zou nog kunnen komen, hij wacht denk ik op die level 6, dat is ook net geworden. Misschien dat we binnenkort een ultimate kunnen verwachten van hem na een flash met Ignite, ik weet het niet. We zullen het zien, dat is wel tegen een Ahri. Een stuk lastiger. Het is inderdaad een stuk lastiger en het is natuurlijk ook, dat ja weet je, Ahri is zo mobiel en ik denk ook mede dat One Bullet Ahri heeft gekozen om altijd weg te kunnen komen. Zorgen dat er geen kills worden gegeven in de midlane. En tot nu toe zijn zijn recalls ook relatief passief geweest. Maar ja, op het moment dat Hecarim klaar staat, level 6 is. En Galio gewoon zijn ult aanzet. Dan blijft het ook moeilijk om voor een Ahri weg te komen. Ja, het is echt weer afhankelijk. Het is echt afhankelijk nu van de junglers. Wanneer komen ze? Wanneer gaan ze weer wat doen? Wij willen die actie wel zien. Daar is een flay terug op Dashie. Dashie, kijk. Ja, dat maakt toch wel die terugstep hier. Wel een hele mooie bubbel, maar net na die death sentence. En dat is weer één kill voor Lunacy. Had niet gehoeven. Die backstep. Ja, en toch weer gewoon. Ik denk dat Dead had hier weer een cruciale rol in. Een erg mooie tref van Lunacy, though. Die legt hem precies neer. Zodat Dashie een andere route moet nemen die voorspelbaarder is. Voor een hoek en ja, dan wordt het natuurlijk makkelijk om die death sentence te landen. Ja, wel een hele mooie bubbel, maar net iets te laat. Death sentence was al losgelaten ja. En dat maakt niet uit of hij gebubbeld wordt. Hij gaat gewoon af. Ik zie Gabbeke weer in enemy jungle in. Het kan gevaarlijk worden. Musou loopt in dezelfde jungle ook rond. Dus even kijken wanneer ze elkaar tegen gaan komen daar en even hooi zeggen. Maar dat is een moment. Gabbeke heeft wel de red buff gehad. Ja, daar gaan de pinks al. De pinks al hebben gelijk door. Ja, hij is langs geweest. Te laat. Klopt, en ja, nu is het zeg maar aan Musa om te beslissen wat doe ik. Wil ik terug gaan counter junglen? Wil ik iets van een Blue Yacht of een Red? Of neem ik hier genoegen mee? En ja, vind ik mezelf momenteel heel zielig. En volgens mij vindt hij dat tweede. Ja, hij vindt zichzelf altijd wel zielig, denk ik. Maar ik moet zeggen, Gabbeke speelt wel een stuk serieuzer en wat consistenter. Vorige keer dived hij gewoon elke turret in die hij maar kon vinden om een kill te krijgen. Nu speelt hij een stuk rustiger. Kijk van ja, waar kan ik kills pakken, waar kan ik farmen, ga lekker counter jungle in de plaats, in plaats van telkens onder de touw te diven, gaat hartstikke goed dit doen. Ze staan wel 2 kills achter, dat zegt natuurlijk nog niet zo heel veel. Maar ja, wel weer aan Caitlyn, dat is ook hartstikke lekker. Zeker, zeker, en het is natuurlijk ook, ja, Caitlyn
we hadden het erover, hè. Een vrij sterke pick. Maar wat me wel weer opviel is dat eigenlijk... Ja, had Kitty nou in de eerste game, Caitlyn? Oh, wauw. Nu vraag ik me wat. De tweede sowieso niet. Volgens mij niet. Volgens mij... Ik kan me niet meer herinneren. Dat is echt lastig. Ik had even op moeten schrijven, denk ik. Ja, maar ja, in ieder geval zeg maar dat die andere teams niet echt Kitty... Dat die andere teams niet echt Caitlyn prefereren en niet Kitty. Het is niet dat je opeens een speler kan jatten. Maar ja, en hier zien we hem toch heel vaak terugkomen. En weer een mooie Death Sentence. Die hook. Ja, die hitbox van Death Sentence is ook soms best wel raar. Dan denk ik van ja, raakt niet en dan raakt hij wel. En dan sluit hij deze om de nek aan. Heel apart. Zeker weten. En I'm Heat, ja, die kan gewoon lekker farmen op zijn Galio. Je ziet het ook. 81 farm tegen 57. Ja, we gaan naar boven toe. Gaan boven Stroud. Die hele mooie cancel van die skill. Dat kun je ook counteren. En dan rijdt hij gewoon mooi langs. Mooi tussen de minions door. Heel leuk geprobeerd. En ja, je ziet gewoon qua minion farming gaat het allemaal vrij gelijk op. En eigenlijk wordt het zeg maar gecompenseerd qua goud door de botlane die staat. Oh, daar gaat hij. Eindelijk gaat hij er bovenop in. Hij smijt zo idle of the round. Ignite erachteraan. Maar één skill is genoeg. De charm raakt wel. Maar daar is Musa om het hoekje. En daar zorgt ervoor dat I'm Heat gewoon verwijderd wordt van het veld. Ik denk dat hij het niet leuk vindt. Heel erg. Oh, Death Sentence raakt op Dasje. Wordt dit een derde kill? Dat lijkt er niet op. Hele mooie bubbel, daar ga ik achteraan. Mooi disengage. Heel erg gecontroleerd gespeeld van Choa, moet ik zeggen. Hij was vrij low. Kon zijn ultimate heel snel gebruiken om weg te komen. Maar wacht eerst op die charm. Wacht op die creed van I'm Heat. Want hij weet dat Galio vrij hoge cooldowns heeft op zijn skills. En ja, I'm Heat die zal hier niet heel blij mee zijn. Nee, ik denk, dit zou wel eens de eerste game kunnen zijn dat hij niet die carry potentie heeft wat hij al andere games zelf laten zien. Ik denk dat hij toch beter een andere champion had kunnen pakken wat creatiever qua damage en carry potential was. Maar we zullen het zien, misschien zit er een geheim wapen achter, een geheim plan. En dan gaat hij straks iedereen in één keer wegvagen. Shroudy in de top lane, maar ook grappig aan de onderlane probeert gewoon One Dead terug te pakken voor die Death Sentence. Daar is de box, die sloot gewoon gigantisch. Zodat ervoor dat zijn leven misschien gered is, maar misschien niet die van Elego die mooi wegflasht. Zeker waar. Netjes. En ja, ik denk dat het wel iets... Lunacy had waarschijnlijk daar niet hoeven healen om dat te helpen. Maar tegelijkertijd better safe than sorry zeg ik altijd. Het is toch zonde als je teamgenoot doodgaat. Ja, zeker. Maar die box heeft echt wel zijn leven gered daar. Ja, zeker. Dat is heel belangrijk. Die slow, dat is gewoon huge. En ja, grappig, die had zijn ultimate natuurlijk al gebruikt. Had zijn knockback al gebruikt. En ja, dan kan je toch minder op een hacker in. Zeker als je door een box heen loopt om je verder te slowen. Ook als je damage zeg maar skillt in movement speed. Ja, pinks gaan af, ze weten waar Musa is. Daar is de pink ward. Ja, je hebt hem gevonden. Daar is hij dan. En daarmee is hij gevonden. We hebben wel weer een Cloud Dragon. Helaas, de cursor continues. Ja. Maar tot nu toe de belangrijke matches hebben we eigenlijk allemaal Inferno's en anders gehad. En de matches tussenin zijn eigenlijk allemaal Clouds geweest. Ja, en dan moeten we gewoon maar zien hoe die met Cloud Dragon opkomt. Ja. Tot nu toe ziet het er erg goed uit voor Bullet. Beter dan verwacht. En El Eagle speelt ook beter dan verwacht. Ja, zeker. Ik denk dat hij een stuk serieuzer speelt. Misschien omdat het wel de laatste kans is dat ze in het spel zitten. Toch wel hebben ze van ja, dit zijn toch wel sterke tegenstanders. We mogen niet meer trollen. Volgens mij is Shroudy ook een van de beste spelers in het deel van het team. Ook gewoon een masterspeler geweest. Of is het nog? Dus op zich ook niet heel gek, zeg maar. Ja, beide jongens wachten ook voor de engage. Shroudy probeert al een beetje Lego te lokken naast de jungler toe. Kijk, wij kijken een beetje daar langs lopen. Wacht op die engage, een beetje poken. Oh, de junglers komen elkaar gewoon tegen. Dat kan natuurlijk ook. Het smeet gewoon bovenop grappige. Lego denkt van, wil ik hierop in, ja of nee? Wacht eigenlijk liever even op die stun. Daar is dan de let's bounce op een Lego. En Shroudy staat er in. Kom, mooi counter! Counter stunnen. Ja, dat was natuurlijk te verwachten wie die stun zou komen. Dus een keer mooi counteren. Door gewoon op te gaan staan en je skill te activeren. Want ja, dat ding activeert altijd tegelijk, altijd dezelfde timing. En, maar ja, je stunt gewoon lekker dan die persoon. Ja, heerlijk. Wat ik niet zag, is wordt je team verder wel gestunt of niet? De rest volgens mij wel. Ja. Want de portal gaat gewoon af. Hij staat gewoon de hele AOW. Alleen die ability, die pakt gewoon, die cancelt. En die ability schiet terug. En die stunt dan de persoon die toevallig in die area staat. Ja, en gewoon echt heel netjes gespeeld. Ze pakken ook de first blood op de turret op de botlane. En nou ja, Dead en Lunacy die zijn best wel lekker aan het pushen. Zetten daar de pressure. En misschien dat ze binnenkort ook wel gaan drinken aan een dragon. Of misschien gewoon gaan roamen. Ja. En het idee van jongens, laten we maar lekker die botlane pushen en willen verder kijken. Daiko, je is niet alleen. Gaat ze toch weer voor Dev. Zet toch gelijk de box neer. En Heat komt langzaamaan en zegt van laat mij erin. Ik heb al een ult. Ik kan dit wel carrier jongens. Is eigenlijk helemaal niet nodig.
Ze pakken de kill zo, maar grappig gaat het eigenlijk in. Maar hij heeft ook nog niet de flash om erin te kunnen flashen en te kunnen ulten. Daar moet hij nog eventjes voor wachten. Maar toch, ja, wel de ene kill. Zeker wel die ene kill. En toch, toch even die, over die confidence terugkrijgen van jongens, we kunnen toch nog wel kills pakken. En I'm Heat inderdaad, die wacht zo meteen weer op zijn flash en dan is die combinatie zo gevaarlijk. Zeker met de hacker en de Twitch combinatie. Ja, kijk, daar gaan we al. Daar komt Musou erbij. Die één ult zou genoeg zijn, maar hij tankt gewoon voor het team. Dus die staat er gewoon mooi stil. De blokjes leven nog wel. Moeten ze wel even wat aan doen. Anders komt hij gewoon weer terug. En ze laten hem gewoon weer terugkeren. Grappig, ik kan niet eens eentje wat doen. Ik denk dat hij toch even had wat moeten doen daar. In plaats van gewoon moeten wachten daar en de turret shot had moeten nemen. Beetje zonde. Ja, klopt. Amit die hoopt dat zijn team meer deed dan ze deden. Ja, volgens mij is dat een beetje story of heel gevaarlijk. Ja, story is live. Dat moet hij niet doen. Dat is heel gevaarlijk. Maar ik moet wel zeggen, tot nu toe ze spelen wel een stuk meer als een team dan de vorige match die we gezien hebben van hun. Zeker, en ja, ik vind het heel knap hoe Lunacy nu al op 130 farm zit. Gewoon prima blij blijft en natuurlijk ook, ja, hij zorgt ervoor dat ze net even... Hij zet best wel veel pressure met Dead op botlane en daardoor kan je natuurlijk ook meer farmen en... Twitch is al relatief weak early game. Oh, daar is de rest van het team. Ga ik een Chrono Break om daarachter te komen, maar ik denk dat hij wel getouwdijfd gaat worden. En ja hoor, in één keer van weggehaald. Shroud die pakt nog een keer op 3-0 en doet het gewoon gigantisch goed hier op die toplane. Zeker, zeker. Zeiden misschien gaan we dit winnen. Misschien als we het hard proberen, maar als ik het zo zie gaat het hartstikke goed en hebben ze een grote kans om dit wel te kunnen winnen. Ja, en natuurlijk, deze gasten spelen niet zomaar ergens voor. Dit is gewoon voor sowieso de derde plek en de nog steeds kans op de eerste plek. Maar ja, ze hebben sowieso al, als ze deze match winnen, hebben ze sowieso al een Razer Kraken Pro met een beetje cash. Dus dat is natuurlijk al super mooi meegenomen en ze hopen alleen maar op meer. Ja, kijk, een finale tegen je eigen zusterteam is op zich niet zo'n groot probleem natuurlijk. Zeg maar tegen Sector 1, in dat geval wint Sector 1 sowieso. Dus de eerste tweede plek zou natuurlijk heel mooi zijn voor het Sector 1 franchise. Dat ik zou zeggen, dus als we daar nog voor zullen gaan, ja, de eerste plek zullen ze dan misschien niet verkrijgen. Want ja, ze hebben al 2-0 echt een kaart verloren tegen hun eigen grote broer, dat dan gaat. Maar aan de andere kant, de tweede plek of derde plek is natuurlijk hartstikke mooi meegenomen. En zeker waard voor te vechten. Dat is helemaal waar. En het is natuurlijk ook, ja, het is heel belangrijk dat ze deze match winnen. Ook denk ik een beetje voor hun zelfvertrouwen. Nadat ze zeg maar de match verloren van het main team. Kan ik best wel even denken dat het moet een beetje in hun schoenen zakten. Ondanks dat ze wisten dat hun prime team waarschijnlijk wel gewoon de favoriet is. Maar nu spelen ze gewoon heel solid en lijkt het alsof er helemaal niks gebeurd is. Ja, dat is natuurlijk wel. Als jij het prime team verslaat, dan word je eigenlijk zelf een beetje prime team. Eigenlijk zo een beetje, dat is een beetje de eer waar je op strijdt dan in dat geval. Maar welk team is beter? Maar de een zit natuurlijk iets meer investment in dan de ander. Ja, zeker. En ja, ik weet hoeveel het Prime Team speelt. En ik kan je garanderen dat dat echt heel veel is. Dat is gewoon 5 avonden per week minimaal scrimmen. Netjes. En verder nog 40 solo queue games. Dus ja, mocht jij eraan denken, ik wil ooit pro worden. Dat is wat je te wachten staat. Dat is wat je te wachten staat. Dus elke avond van je ben je gewoon kwijt. Je moet nog studeren en ook nog heel veel solo queue spelen. Dat is zwaar leven. Je moet dat voor over hebben. Zeker, zeker. Het is niet voor niets als je op zo'n niveau wil komen dat het gewoon veel tijd kost. Ja, ja. Die kan gecounterd worden. Kijk, daar heb je hem weer. Spelimmune. Hele goede pick eigenlijk tegen Echo als je erover nadenkt. Ja, zeker, zeker. Best wel leuke pick ook. En eerder had ik er niet over nagedacht, zeg maar. Vipo die speelde dus ook die Fiora. En was helemaal niet gek geweest tegen de Echo van Lenny. Maar ja, tegelijkertijd, de andere champions werkt ook gewoon helemaal prima. Ja, tot nu toe, nu gebeurt er vrij weinig. Het stagneert een beetje deze game. Oh, grappig, ik wil wat gaan doen. Ik denk dat I'm Heat zegt van, ik wil weer actie zien, ik wil flashen, ik wil ulten. Leid me de kans, daar komt hij dan. Hier is I'm Heat. En daar gaat ook de damage op Dead. Maar weer maar één kill tot nu toe. Daar komt de jungler in de vorm van Masao. Die flasht en bounce lekker rond. Ik denk dat dit de disengage is. En daarmee nemen ze genoegen met die ene kill. Wel veel resources gebruikt ervoor. En je zag wat Masao probeerde. Masao die probeerde zeg maar zijn landing van zijn jump. Weg de flesje, maar was al te laat met het flesje, dus het zag heel zielig uit. Nou, Lego heeft de tower aggro te pakken en dat is eigenlijk heel gevaarlijk. Ult daarom weg en ja, dat is natuurlijk wel prettig, maar Schrouw die tegelijk op grappige. Ja, dat ga je niet redden, je bent alleen, je hebt de ult aan staan en ja, dat count je gewoon achteraan. De rest van het team komt er ook aan en daarmee nemen ze een heel mooie kill. Wel mooi dat ze daar in disengage niet verder gingen op Schrouw. Maar ja, als jij zoveel commit, zeker als Galeo zijnde, ja, dan moet je gewoon minimaal 2-3 kills eruit halen voor zijn turret. Want die flash, jongen, dat duurt gewoon te lang. Ja, en als je een kill pakt, pakt hij niet de support. Dat is eigenlijk wel heel belangrijk. Zijn flash is na plus minus 4 minuten terug, iets korter. Maar ja, dat duurt zo lang voordat je dan weer iets kan doen. Ik ben eigenlijk verrast dat hij geen hashtag belt aan het halen is.
En dat heeft hij tot nu toe altijd gedaan. Ja, dan kan hij gewoon vooruit springen. En dan ulten. Ja, in dit geval gaat hij voor Order of Ages build. En daarna aan de Banshees. Aan de Negatron Cloak te zien. Zal het blijkbaar de Abyssal worden. Want ja, elk beetje Magic Resist geeft hem meer AP. Ik had verwacht dat hij iets creatiefs zou gaan doen. Maar tot nu toe is het heel standaard Galio. Eigenlijk wel eigenlijk een beetje disappointing eigenlijk. Ja, maar tegelijkertijd ook wel interessant om te zien. Zeg maar, hij blijft gewoon prima farmen. En het is vooral dat de rest van zijn team kan gewoon niet op, zeg maar. En ja, dan is de keuze, wat moet hij gaan doen? Wat moet hij een carry speler gaan spelen of niet? En ja, zelfs daar zit een risico in natuurlijk. Want een Galio bijvoorbeeld, ja, ik denk niet dat je ermee kan carryen. Maar stel hij zou een carry speler spelen, is dat natuurlijk ook al nog geen garantie dat Choa dat toelaat. Want dat is denk ik vooral waar het bij de andere teams fout ging. Ja, zeker weten. Nou, tot nu toe, Lunacy gaat goed. Ook de top lane, Shroudy gaat heel erg goed voor hun. En ze staan qua gold ook gewoon 5k voor. Het wordt alleen maar groter. Het wordt alleen maar groter inderdaad. En ja, we naderen die 20 minuten mark. En dan is 5k, bijna 6k is gewoon echt een prima aantal. Tot nu toe lijkt het niet alsof Sector 1 Bullet echt een gameplan heeft. In de vorm van dat ze specifiek iets willen gaan doen. Je merkt niet dat ze ergens naar roteren of et cetera. Maar ja, ze zeggen waarschijnlijk gewoon tegen Schrouder, jongen, jij gaat split pushen. Jij kan Echo prima 1-1 aan. Ja. En ja, dat snap ik ook wel, want als je 4-0 staat, dan zou een 1-1 en als ze toevallig een mooie death sentence te pakken krijgen, dan gaan ze er gewoon op in en dan maken ze de kill of een charm of iets in die richting. En ze zullen gewoon lekker doorgaan daarmee. Daarom, en je ziet nu gewoon dat het lijkt een beetje Aram, om het zo maar te zeggen. Hoe naar dat misschien kan klinken. Ja, Moes heeft speelt gewoon grappig. Net iets te ver. Haalt wel gelijk 2 ults van het team weg. Van Dirk. Lunacy wordt net niet geraakt door die bubbel. Maar ook die damage is echt gigantisch. Exhaust gebruikt. Hij kan niet zijn ultimate daar gebruiken. En Gabbeke is degene die alleen daar staat. Moes springt er gewoon achteraan. De commit is real. Ezenhol gebruikt. Maar is eigenlijk al niet nodig. Ze hebben de kill al. Botlane, Shroudy en Lego gaan er weer gaan. 1 tegen 1. Hard tegen hard. Maar uiteindelijk 2 kills. En wat? Oeh. Jasje, pak met Ratatata, kill terug, flash erachteraan. Ah, oh, One Dead is degene die de kill pakt. En Shroudy gaat lekker door met de split push. En Lego kan daar niet weg. Ja, en in principe prima. Een 3 voor 1 trade uiteindelijk. Oh! Oeh, ja hoor, dat is 4. Heel erg greedy van Allegro om daar te blijven. Zeker tegen Shroudy die gewoon. En dat is gewoon weer een turret erbij. Ja, dat is weer een turret erbij. Maar ongelooflijk. Oh was het... ja, turret. Wat, ja. Wat was het cruciaal? Dat Moussao, die zette zijn ult aan. Precies op voor. Precies, ja, eigenlijk tijdens de ult van Galio, maar door Galio zijn ult instant gecanceld werd. Ja. En daardoor konden ze eigenlijk helemaal niks doen en konden ze ook niet de Ratata-combinatie doen. En ja, dat was cruciaal in dit geval, want hun comp is wel echt gebouwd om de Twitch-Hacker-Rim-Galio-combinatie. Nou, hij had het kunnen weten, ik bedoel, die Zack was al gepikt voordat hij de Galio pakte. Dus in principe had hij kunnen weten wat er zou had kunnen gebeuren. Ja, zeker, maar ja, ja. Het is niet echt dat je normaal gesproken een ult kan doen tijdens de Galio ult. Dus ze drukken exact op hetzelfde moment erop. Ja. En ja, dan eindigt het uiteindelijk nadelen van Galio. Maar ja, het is natuurlijk wel cruciaal voor I'm Heat in de uitvoering. Ja, en hij werd daarna gelijk geëxhaust. Dus hij moest eigenlijk ook gelijk al de battle verlaten. En hij heeft gewoon verder niks kunnen doen. En Galio's van de ult is niet zo heel boeiend. Zeker, zeker. Het is gewoon niet hetzelfde. Die Dance heeft daarom ook geen rework. Hij is verder eigenlijk best wel, zijn kit is best wel saai. Hij zegt gewoon, zijn shield is wel cool. Maar voor de rest... Ja, zijn shield is wel leuk, maar het is niet een kit die specifiek op een rol past. Zijn shield is meer supportive, zeg maar. En ja. Dan heb je een ult die in principe ook meer supportive of full tank is. En ja, als je full tank gaat, zijn ze Q en zijn E weer niet nuttig. En het is ook niet dat je altijd Magic Assist bouwt. Zeker niet in een vrij AD gedomineerde meta. Ja, vooral met de huidige item build. Er zijn ook niet heel veel Magic Assist paren die af kan lopen. Er zijn niet heel veel items. Er zijn maar 3 Magic Assist items in totaal. 4 of zo. Het zijn er niet heel erg veel. Vooral niet die echt op Magic Assist alleen gaan. Ik bedoel, Guardian Angels is niet echt een item. Je zegt van nou, dat is echt een Magic Assist item. Het zijn eigenlijk alleen wat is het? Spirit Visage, Banshee Veil en Spirit Visage. Nog een keer Spirit Visage. Zo is het. Spirit Visage, Banshee Veil en Abyssal, I guess. Ja, en misschien Portal combo. Tot een bepaalde hoogte. Ja, maar ja, Portal wil je ook niet echt bouwen op Galio. Maar dat is inderdaad het probleem. Wat moet je nou specifiek doen? Er is geen Force of Nature meer zoals vroeger die kon bouwen. En dat was echt gewoon een item die hij heel graag wilde hebben. Zeker, en dat is natuurlijk zeg maar, dat is eigenlijk ook de reden waarom waarschijnlijk Galio niet verder. Oh, hij heeft Lunacy te pakken, ult eroverheen. En dat is toch wel een hele dode team. Dit is wat ze wilden, dit is wat ze graag willen blijven doen. Double kill voor I'm Heat, gaat hij dan toch nog carryen. 3-1-4, shutdown, 3 members dood en 0 aan de kant van Dirk. En die zou dit een Baron worden? Ja, ik denk eerder een Baron throw. Ah, ik weet niet, we gaan het zien. Let's Bound is nog available.
Als hij wil, kan hij bouncen en smijten terwijl hij aan bounce is. Dus hij kan proberen. Hij is jou. Hij speelt er gewoon op 1 op 3 man. Daar is de let's bounce. Kijk hoe snel mensen gewoon doodgaan. Zo leed natuurlijk ook nog dasje weg. Dat gaat gewoon super snel. Dat is 2 kill. Wordt een derde. Ja hoor, dat is een derde. Wordt het een vierde. Het gaat heel hard. Triple kill. Het gaat maar door. Uiteindelijk hebben ze Sarna tot dood gekregen. Maar alleen grappig leeft nog. Ja, Baron Throne nummer 3. Baron Throne nummer 3. Confirmed. Eventjes die 2 tegen 5 gewoon aanpakken. Doe en gewoon. Ik moet zeggen hoor, die jump van Zac op 3 man was echt magnifiek. Waarna hij daarna ja een mooie ult heeft. En ja, weet je. Geen mana, geen help. Kijk, Musou en Shroudy. 2-0-10. En 8-1-1 inmiddels. Dat zijn wel de twee spelers waar je heel bang voor moet zijn. En nu gaat het andersom. Nu denkt Sector One Bullet. Die denkt van jongens, nou dan pakken wij lekker de Baron. Bedankt voor het damage. Helaas werd het verzwakken in League of Legends niet. Maar ja, anders dan zouden ze waarschijnlijk nog even typen. Thank you. Zeker weten. En ook in dit geval. Ik verwacht dat, ja. El Iglo met zijn team. Dirk zijn team. Ik snap niet waarom ze naar die Baron grens zijn zonder mana. Zonder enkele resources. Terwijl van de twee stacks spelers nog over zijn. Vooral Shroudy gewoon 8-1-1. Ja, het is gewoon vooral, absurd. Het is vooral inderdaad dat jij. Het is heel bijzonder dat jij zoiets wil gaan doen. Als je enemy jungler nog leeft. Ja. Want dat is gewoon een risico. En kijk, als enemy jungler niet meer had geleefd en dat was een andere tank, dan snap ik dat je het enigszins nog probeert. Want dan is de kans dat de Baron gestolen wordt erg klein. En dan krijg je misschien net zoals wij zagen tussen Sector 1 main team en Better Jungler wins, dat je wel Baron pakt en dat er wel 3 man doodgaat, maar dat je wel Baron ontneemt van het andere team. Maar in dit geval was dat ook geen optie. Nee, ik was gewoon lekker teruggegaan naar die fight. Het geld zeker, zeker. En, ja. Je pakt de fight die je nodig hebt. Of misschien mid-turret eruit halen. Ik weet niet of ze daar tijd genoeg voor hadden. Misschien wel. Mogelijk, maar in ieder geval wel druk zetten. Dat is één ding wat zeker is. En ook gewoon jezelf in een betere positie zetten. Minder dichtbij, zeg maar. Dus ja, sowieso een onnodig risico wat Dirk daar neemt met het team. Ja, Almighty moet nu gewoon weer wachten totdat hij zijn flash heeft. En dan zullen ze exact hetzelfde kunstje weer proberen. En ik ben heel benieuwd. Ze hebben in ieder geval laten zien dat ze de kunstje wel kunnen uitvoeren. Ze hebben het 1 keer kunnen doen nu helemaal, want het heeft ook wel gewerkt. Als ze dat nog een keer kunnen doen, zou heel mooi zijn. Maar natuurlijk, Shroudy was er niet bij, geloof ik. Want dat betekent dat volgende keer zou hij kunnen counteren. En nu is hij alleen. Lijkt het dat hier de rest van het team ook niet op reageert, behalve dan de jungle. Nu gaan ze gewoon weer kijken of ze met z'n tweeën gewoon het hele team aankunnen. Dit keer is wel Rattatat aanwezig. Iets gevaarlijker dan de vorige keer. Hier is dan eindelijk de rest van het team. Komt er gezellig bij. Kijk of I'm Heat wat weet te doen hier. Ja, I'm Heat mist beide skillshots. Vrij hoge cooldowns op de skillshots. Dat duurt nog wel even. Weer voor death hele mooie ja, dat is een beetje zonde. Iets te veel, iets te ver extend. Prachtig. En ook I'm Heat wordt gehookt. Dit is niet plek. Ja, dan gaat die Idol Durant. Dat gaat niet genoeg zijn. Hij is alleen. En daarmee zal hij ook afstand worden. Terwijl Shroudy de rest van het team gewoon zijn eentje aangaat. En ook nog probeert die kills te halen. En nog bijna eentje te pakken krijgt. Ik weet niet tot hoe lang dit nog doorgaat. Het is toch wel interessant om te zien dat hij met zijn ult en zijn ignite toch Lunacy van 100 naar 0 kan droppen. En ja, dat toont toch nog wel dat het enigszins damage doet. Maar ja, ik ben niet overtuigd van de Galil pick. Ondanks dat hij hem wel goed speelt hoor. Maar had elke andere willekeurige niche mid-game mage gepakt, maar bijna nooit gespeeld. Zelfs Urgot was in het geval misschien wel. Ja, ja dat weer te enthousiast. Maar ja, als hij had willen winnen, had hij gewoon zelf een LeBlanc of een Ahri moeten pakken. Dan had hij van daar kunnen snowballen. Dus ik denk dat het ook wel een beetje de insteek van het complete team toont. Ik denk dat ze eindelijk een keer proberen om een teambuilding, team-oriënteerd beeld te pakken. Het heeft zijn vruchten 1 keer afgeworpen tot nu toe. Ze hebben die flash kunnen krijgen en die kill. Maar nu is Shroudy zo gefeed op die top lane. 8-1-2, die kan gewoon eens eentje 3 mensen tegenhouden. En dat is gewoon gigantisch. Zeker weten. Nou, de crowd gaat ook helemaal los. De crowd gaat ook helemaal los. Ik heb geen idee waarvoor, maar ik was ook even afgeleid door. Inmiddels dus 1 inhibitor down. Drake's 2 voor het team van Sector 1 Bullet. Waarvan het 1 Drake is. 1 Cloud en 1 Ocean Dragon. Dus eigenlijk de 2 minst nuttige dragons. Maar toch, het is weer een klein voordeel wat je hebt. De volgende is een mountain. Team. En de volgende is een mountain dragon. Ja, dat is gewoon best lekker. En ik denk dat het team van Sector 1 dit gewoon prima uit zou moeten kunnen spelen. Er staan inmiddels 10k gold voor. Ik ben heel benieuwd. Ja, en hier maar zeg, ja, misschien gaan we winnen. Nee, jullie kunnen het hartstikke hard winnen als je het gewoon goed blijft doorspelen als een team. Dat is eigenlijk het hele belangrijke onderdeel. Want tot nu toe heeft Dasje ook nog niet zoveel kunnen doen als die pitch. Staat ook 1-3-6. Elke keer gaat het niet helemaal lekker. Maar ja, goed, aan de andere kant, Shroudy hoeft mij in de buurt te komen en het is gelijk klaar. Zeker weten, en ze pakken nu gewoon waarschijnlijk die derde dragon op. Zonder enige problemen. En ik
op zich, het team van Dirk kan dit wel gaan contesten. Het is natuurlijk wel een close gebied waar ze zitten, maar waarschijnlijk komen ze er niet bij. Ook omdat El Eagle non-stop bezig zou zijn om die super minions te clearen. En tegelijkertijd pusht Shroudy lekker die top lane en daardoor hebben ze een free dragon en de derde dragon. En ja, dit gaat wel echt hard de kant op van Sector 1 Bullet. Ja, zeker weten. En dit is sowieso een hele sterke performance. En ik ben gewoon benieuwd of ze hier nog iets kunnen doen. Kijk of ze datzelfde trucje nog een keer kunnen doen. Ja of de nee. Dat is eigenlijk de vraag. Want daar zoeken ze eigenlijk naar. M-Heat heeft zoals ik Knight. Als ze flash weer terug. Dus als ze iets willen doen is dit de kans. Grappig vindt Musao hier in de bosjes. En die gaat gewoon flink bovenop. Is super tanky nu. En kan het toch makkelijk hebben. Zeker weten. 0-11. Ja, en ik denk dat het is voor het team van Dirk is het cruciaal dat ze die inhibitor weer terugkrijgen. Zodat ze een beetje kunnen groepen. Want ondanks dat LA Glow misschien niet het meeste damage doet, is het toch weer damage of een stun gevolgd op de ultimate van Galio. Die je er eigenlijk wel bij wil hebben. Ja, eigenlijk willen ze gewoon hetzelfde trucje weer uitvoeren. Kijken of ze het krijgen. En dan dat het dasje van de zijkant aankomt en alles gewoon met dat gewoon helemaal wegschiet. Liefst met Shroudy aan de zijlijnen. Die is lekker weer top bezig. En ja, je ziet ook dat El Eagle doet eigenlijk geen damage op Shroudy. Er is inmiddels ook 3 levels verschil. En als Shroudy de turret down heeft, dan gaat hij instant op El Eagle. Ja, hij heeft gelijk down. De rest van het team komt erachteraan. Kijk of ze Shroudy kunnen vangen. Ze wachten mooi tot die counter voorbij is. Mousy zegt van nee, blijf van mijn Shroudy af. Is van mij niet aanzitten. Laat met rust. Charm daar. En weer op die Masao. Niet echt de target die en we wil hebben. Die is gewoon lekker aan het wachten. Je wacht al dat hij zijn ult goed neer kan gooien. Volgens mij kan hij wel altijd wachten. Maar ze speelt gewoon de hele fight op. Dash is al weg voor het Amit om iets kan doen. En ja, en nogmaals, Amit is alleen over. Hier is de ult. Veel en veel te laat. Doet wel aardig wat damage. Daar is de exhaust bovenop hem. En dan gaat hij gewoon dood. Hiermee pakt denk ik ook gewoon Sector 1 Bullet. Gewoon de kill. Misschien ook wel de game. En ja hoor, Elego leeft de game al. De tilt is real. En daarmee is alleen Gabberke nog over. En ik denk niet dat hij dit team kan stoppen. Zeker weet hij niet. Nog een inhibitor down. We hebben een death time van 30 seconden. Ik denk dat ze hiermee de game geprobeerd te finishen. En daarmee toch weer verder zouden gaan in best of three. En Schouw die zorgt ervoor dat Gabberke niet zomaar kan recallen richting de base. Ja, pak blijft de kill denk ik ook wel. Ja hoor, ace. We gaan naar de Nexus. De Nexus turret zijn er ondertussen al weggehaald. En hiermee zullen ze dan toch weer naar de volgende ronde gaan. En zal doorgesnoven Dirk uit het tournament geschopt worden. Zeker weten en gefeliciteerd sowieso aan Sector 1 Bullet om de top 3 te bereiken op deze Fragmatic LAN. Waarmee ze dus deze Razer Kraken Pro securen. En ja, ik denk dat ze daar heel blij mee zullen zijn en daar kan ik me ook wel indenken. Ze hebben een prima game gespeeld en ook als zij zo spelen tegen Better Jungler wins, ben ik heel benieuwd hoe die game gaat verlopen. Ja, ik ben benieuwd, want ik had eigenlijk in mijn hoofd doorgestoven Dick dit winnen. Dan wordt de volgende match, denk ik, dan wordt het gewoon een 2-0 tegenover Dirk. Maar mocht inderdaad Sector 1 winnen, Bullet, dan denk ik dat ze wel een kans hebben als ze zo spelen zoals ze nu, dat ze gewoon minimaal wel een game kunnen halen. Ja, ik denk dat dat misschien al net optimistisch is. Je weet me nooit. Ik ben altijd voor de underdogs. Ik vind dat hartstikke leuk. Ik denk niet dat het zo'n roffelstomp gaat worden zoals het tegen doorgesnoven Dirk zou zijn. En ja, het is natuurlijk op zich, Sector 1 Bullet heeft deze match relatief simpel gepakt. Het duurde 31 minuten en 31 minuten is prima, 22-9, maar ook vooral Shroud die gewoon een hoofdrol speelde. Hij stond meer dan 5k gold voor op zijn directe opponent, 6k. Ik denk dat het inderdaad wel een ding is, Shroud die op die Fiora is echt een force to be reckoned with. Ik denk dat ze er wel rekening mee moeten gaan houden, niet zomaar weg moeten geven of gewoon echt iets pakken wat er goed in is. Echo werkt niet, dat zeker is wel duidelijk. Niet. Die stun gaat gewoon niet raken op een Fiora. Voor niet op Shroudy. Het gaat gewoon niet worden. Ja, en in principe, het is natuurlijk, zeg maar, I'm Heat zal waarschijnlijk wel balen. Maar ja, het is misschien ook wel een beetje karma, zeg maar. Dat ja, het team op een gegeven moment recht van niet meer op de manier hoe ze deden. En ik denk dat Sector 1 Bullet inderdaad de meest interessante match gaat geven. Wij gaan in ieder geval meteen erachteraan om te zorgen dat zo snel mogelijk die Constellation Final gecast gaat worden. Dus blijf vooral even hangen. Ik ga sowieso nog even een tweet eruit gooien. Zometeen op onze Gamershub Twitter als wij weer gaan beginnen. twitter.com/gamershub.eu. Ja, en het wordt sowieso een best of three. Dus het wordt sowieso een best hele of three, spannende pot. Sowieso lekker wat matches weer. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen. En de winnaar daarvan, ja, die zien we dan morgen dus weer terug om 11 uur. Blijf vooral lekker zitten. Blijf vooral lekker kijken. Arampje kan waarschijnlijk wel tussendoor. Maar een league game is waarschijnlijk net iets uitgebreid. Ja. Dus tot zo.